Hi jongens, mijn expositie hangt en ik wilde jullie even laten weten hoe het met deze schilderijtjes is. Want dit is de bitch. Echt gewoon de super bitch. En dan dit, hè. Dit is niet zomaar een bitch. Dit is gewoon de... Oh, ik ben een mega bitch. Dus, maar goed. Marius hangt er ook tussen. En dan hangt een heel leuk meisje tussen. En Daan en ik hangen er tussen. En als je zo een beetje doorkijkt, dan hangt er een ruimtepaard daar. Even kijken, deze hangt erbij. En deze natuurlijk. Die niet zo goed zichtbaar is vanwege de lampen, maar hangt wel. Deze hangt er ook. En ik loop wel nu nog een stukje door. Hangt er nog eentje, kijk. Aan de andere kant hebt hij het hele vrolijke paardje. Daar ook. Die hangt ertussen. De brug van Moster. Daar. Even kijken. Ik hang er zelf natuurlijk nog een keertje tussen, want ik ben kei tof en een vreselijke ex, als je het zo ziet. En als je dan naar dit stuk gaat, dan hangen er nog meer dingen tussen. Dus kom vooral een keertje kijken in het café. Hoi. Er zitten al mensen koffie te drinken. Ik weet niet wat zo komt. Deze hangt weer tussen. En dit is een nieuwe. Die heb ik vandaag afgerond. Gebaseerd op de slag van 1066 in bij de Battle of Hastings. Dus die is kei tof. Dit is Hanni's tattoo. En het proces van Hanni's tatoeage. Niet dat iemand Hanni's tattoo ziet, want die zit op de tiet. Maar hij is wel tof. En nog een kolibri. En dan hangt er nog deze mooie watervogel. Er hangen straks nog wat dingetjes tussen. Dus kom gezellig een keertje kijken. De Waard van Kekerdom is een keileuke tent. Ik heb op zondag 10 september, dus morgen is dat, sta ik bij het kerkje van Kekerdom. Dat hing, ik zal nog even laten zien. Dat is deze kerk. Die kerk, daar sta ik morgen. Met de markt, open monumentendag. Dan hangt mijn expositie, die hangt hier 2 maanden, dus september en oktober. En ik heb 15, 16, 17 november, september, is het Drieoeverfestival. En dan ben ik 16 en 17 september ben ik in de Waard van Kekerdom met mijn schilderijen. Maar het begint al 15 september, dan is er een keileuke ska-band op 16 en 17 september. September zijn er superleuke bandjes in de Waard van Kekerdom. Ik geef ze wat workshops. Ik smink kinderen. En mijn expositie hangt er. Dus dat is natuurlijk keileuk. Dus kom gezellig langs. Kom een kopje koffie drinken. Ik zal jullie even voorstellen. Jammer, kom eens. Nee. Jawel, ik heb je even op film nodig. Ik ben reclame aan het maken voor je tent. Oh, dan mag het. Dan wilde je er wel op. Dit is Jelmar. Hi. Jelmar verzorgt jullie graag voor een kopje koffie. Niet goed in het licht. Zorgen dat ik in het licht moet even zorgen. Dus, weer heel prachtig. Nou, jammer, zorg voor jullie kopje koffie. Ja, doe ik. Dus kom gezellig allemaal langs. Even kijken naar de expositie. Hoop ik jullie allemaal te zien. Doei!